Een manifestatie vandaag in Nijmegen om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Ik denk dat er inderdaad een enorme meerderheid is van mensen die zegt, nou, dat is prima, laten we gewoon doen wat nodig is nu om die hele coronatoestand de deur uit te werken. Exact een jaar geleden ging de avondklok in. Het was 3 maanden lang stil op straat. De snelwegen al maanden even druk eigenlijk qua geluidniveau als ja, zeg maar januari 2020. En morgen start de rechtszaak tegen een boer die met een shovel de auto van een persfotograaf omgooide. Goedenavond. Het wordt tijd dat er meer oog komt voor hulpverleners en andere mensen die ons door de coronapandemie heen loodsen. Dat vindt de zwijgende meerderheid, een beweging die hulpverleners een hart onder de riem wil steken. En dat deden ze vandaag in Nijmegen. Geen lawaai met potten en pannen, maar applaus voor hulpverleners. Waarom bent u hier? Nou, omdat ik het belangrijk vind dat ook de minderheid, of de meerderheid, die hier misschien een minderheid lijkt, maar de zwijgende meerderheid zich ook gewoon laat horen en laat zien. En laat zien wat we vinden. Zo'n 15 mensen verzamelden zich vandaag in Nijmegen. Naar eigen zeggen om de zwijgende meerderheid te vertegenwoordigen. Ik sta echt achter de zorgverleners. Ik sta achter de maatregelen die we moeten nemen. En dan denk ik, ja, het is niet prettig als er heel veel tegengeluiden daartegen zijn. En het is wel fijn om daar zelf iets tegen in te kunnen brengen. Dus dat is de reden dat ik er ben. In meerdere plaatsen waren er manifestaties, waaronder dus in Nijmegen. Een van de initiatiefnemers is Hugo Schil. De initiatiefnemer vindt dat er meer aandacht moet komen voor hulpverleners. En de reden daarvoor is dat we heel lang geleden geklapt hebben voor de zorg. Dat was onze reddingsboei toen de tijd. En de afgelopen 2 jaar is het heel erg stil geworden. En zien we ook dat heel veel andere hulpverleners heel veel werk hebben aan de crisis die we op dit moment doormaken. En het wordt tijd dat we daar iets van voor laten horen. Zelf heeft Schel veel te maken met de zorg. Hij heeft dan ook veel respect voor de mensen die zich nu inzetten tijdens de pandemie. Dat heeft met mijn persoonlijke situatie te maken. Ik ben geboren met een open ruggetje. Dus mijn relatie met de zorg is bij de geboorte al begonnen. En dat duurt eigenlijk tot vandaag de dag voort. Er zijn periodes geweest dat het beter ging en dat ik de zorg wat minder nodig had. Maar over het algemeen heb ik heel veel hulp nodig gehad van de zorg op allerlei fronten. Fysiek, maar ook op mentaal gebied. Dus vandaar dat de zorg mij echt wel heel na aan het hart ligt ook. Met de beweging De Zwijgende Meerderheid hoopt Schel de komende tijd meer manifestaties in het land te kunnen organiseren. En we willen laten zien dat de grote meerderheid van Nederland gewoon een positief bericht wil geven aan al die hulpverleners. Dan de gemeente Lingewaard krijgt niet de bijna 1,5 miljoen euro die het van verzekeraar Reaal had willen ontvangen na de brand op het gemeentehuis. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam besloten. De verzekering keerde al een bedrag uit, maar niet de bijna 1,5 miljoen euro aan btw-kosten. Volgens de rechter heeft de gemeente een fout gemaakt, waardoor het geen recht heeft op extra uitbetaling. Een gemeentemedewerker is namelijk vergeten om een bepaald vakje in het contract aan te vinken. In augustus 2018 reed een inwoner met een auto vol gasflessen het gemeentehuis binnen. Een groot deel van het pand werd verwoest en de man kwam bij zijn actie om het leven. Het is vandaag exact een jaar geleden dat de avondklok inging. Vorig jaar moest iedereen na 9 uur 's avonds binnen blijven. Dat zou 2,5 week duren. Maar uiteindelijk was het meer dan 3 maanden lang stil op straat. Zo zag de snelweg er een jaar geleden om 9 uur 's avonds uit. En dit is het beeld op deze zondagmiddag. Het is weer druk op de weg, ziet ook geluidsexpert Erik Roelofsen. Ja, dat is heel erg anders. Het is eigenlijk op de snelwegen al maanden even druk eigenlijk qua geluidniveau als ja, zeg maar januari 2020, hè, dus voor corona. Als geluidsexpert heeft Roelofsen in coronatijd veel metingen gedaan en hij ziet het verschil tussen de verschillende maatregelen. Ja, nou ja met de avondlockdown van vorig jaar, dus exact een jaar geleden, was het 's avonds na 9 uur
Nou ja, zo tussen de 13 en de 15 decibel stiller dan nu. Dat is enorm, hè? 10 decibel verschil is al een factor 10 en 15 decibel is een factor 30. Dus het zit daar ergens, zeg maar, zo ongeveer tussenin. Hou het gemiddelde op een factor 20. Dan rijdt er gewoon 20 keer zo weinig verkeer. Tijdens de avondlockdown. Tijdens de avondlockdown. En niet alleen langs de snelweg is meer geluid te meten, ook in de binnenstad wordt het drukker. Nu is het in de steden eigenlijk alweer redelijk druk, hè, want alles is in principe open. Maar als ik kijk naar de maand december, hè, alleen de essentiële winkels waren open, ja, was het gewoon weer redelijk stil op straat. Dat het geluidsniveau nu stijgt, betekent niet dat er weer net zoveel verkeer op de weg is als voor de crisis. Als je kijkt, er rijdt zo'n 10-15% minder verkeer op de weg. Heb ik uit de laatste onderzoeken begrepen die de verkeersmensen doen. Ja, en dat is net het verschil tussen wel in de file staan of niet in de file staan. Maar ja, qua geluid maakt dat eigenlijk niet heel veel uit. Want ja, je hebt voor een paar decibel verschil heb je echt heel veel minder verkeer nodig. Straks het Streeklyceum in Ede gaat tegen de vlakte. En daarom heeft een oud-docent er een boek over geschreven. Hier zie je de stenen. Hier zien we ook wat stenen. En die stenen die hebben alles gezien en gehoord. Alles meegemaakt wat hier allemaal gebeurd is. De politie in Arnhem heeft vannacht een streep gezet door een groot illegaal feest. Ongeveer 70 feestgangers hadden zich verzameld in een bos aan de Waterbergse weg bij het Openluchtmuseum. De politie was er met meerdere politiewagens. Volgens hen ging het om een verrassingsfeestje. Bezoekers gingen gelijk weg toen de politie daar om vroeg. En ook werd er gisteren een illegale carmeeting gehouden. Een groep met 150 auto's stond eerst in Harderwijk en moest van de politie vertrekken. Niet veel later stonden ze op een parkeerterrein in Ermelo. Ook daar zijn ze weggestuurd. In totaal zijn er 12 boetes uitgedeeld. 10 daarvan waren voor verkeersovertredingen. En er wordt hard gewerkt aan een groot reddingsplan voor de natuur op de Veluwe. Volgens wetenschappers is er veel mis. Het kan er kurkdroog zijn, de bodem bevat te weinig voedingsstoffen en het wild kan door hekken niet vrij van het ene naar het andere natuurgebied trekken. Het plan moet de bossen boven Arnhem weer nieuw leven inblazen. Vorig jaar april werden er persfotograaf Timothy en zijn vriendin, terwijl ze in de auto zaten, door een shovel ondersteboven in de sloot gekieperd. Morgen start de rechtszaak tegen de man die de machine zou hebben bestuurd. De fotograaf hoopt dan eindelijk dat hij erachter komt waarom hij is aangevallen. Yo. Dit zijn beelden van de dashboardcamera van de fotograaf. Blijf zitten! Wat je ziet is een shovel die zijn auto optilt. De fotograaf is bedreigd tijdens het fotograferen van een incident en zit net weer in de auto, waar zijn vriendin op hem aan het wachten is. Hallo! We slaan de voorruit kapot. Proberen de bestuurdersraam aan de zijkant kapot te slaan. Mijn gedachte daarachter is dat ze de ruiter uit wouden krijgen om bij mij persoonlijk kunnen komen, maar dat is dus niet gelukt. Ze bellen 112. Alarmcentrale 112, de politie, brandweer of ambulance. Politie Lenteren, snel, met spoed. Hij is kapot, hij doet het gewoon. Lenteren. De shovel komt terug, tilt zijn auto op en gooit hem in de sloot. Wat volgt zijn bange momenten op de kop in de sloot. Er staat iemand naast de auto. In eerste instantie schrok ik van, ze staan naast me. En ik kijk voor een tweede keer en ik zie de reflectiestrepen op de broek. En de schoenen van de brandweer. En het is net alsof er een stuk lood van je afvalt. De redding was er. Ja, toch echt. Net alsof er een stuk af van je afviel. De fotograaf wil nu voorafgaand aan de zitting niet reageren. Hij heeft wel laten weten morgen aanwezig te zijn. En hij hoopt vooral dat zijn grootste vraag wordt beantwoord. Waarom werd hij aangevallen? Het Christelijk Streeklyceum in Ede gaat tegen de vlakte. Het moet plaatsmaken voor nieuwbouw. Een oud docent heeft daarom een boek geschreven om alle herinneringen van het oude gebouw vast te leggen. Het Christelijk Streeklyceum in al zijn voegen beschrijft de geschiedenis van de Edese middelbare school vanuit het perspectief van de stenen. Die stenen die hebben alles gezien en gehoord, alles meegemaakt wat hier allemaal gebeurd is. De inmiddels gepensioneerde Jaap van Ree stond 24 jaar lang als docent Nederlands voor de klas. In al die jaren gaf hij les aan ruim 4000 leerlingen. Het was eigenlijk geen
zwaar gedisciplineerde school. Maar juist omdat je het zo gemoedelijk houdt, merk je dat de meesten zich behoorlijk aan de regels willen houden. Dat vind ik eigenlijk het mooie van het streek, dat door de gemoedelijkheid dat je toch heel prettig kunt samenwerken en dat je ook gewoon regels hebt waar je aan houdt. In zijn tijd op het streek maakte Van Ree verschillende rectoren mee. Aan iedere rector wijdde hij een halve bladzijde. Op eentje na. Er staat boven dictator. Na hem kwam een rector die met een dictatoriaal bewind volgens ons op geen enkele wijze paste binnen onze muren. En daarmee ook geen plaats verdient in onze stenen herinnering. Van Ree hoopt dat zijn boek vooral terechtkomt bij de duizenden oud-leerlingen en oud-docenten van het streek. Die zullen heel veel herkennen. En die zullen het misschien ook, denk ik, wel waarderen. En mensen die helemaal niets met de streek te maken hebben, die zullen waarschijnlijk een leuk informatief boek lezen, hoop ik. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog en kan het gaan opklaren. In de loop van de nacht kan er wat mist ontstaan. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen begint de dag grijs. Later breekt plaatselijk de zon door en wordt het 4 tot 6 graden. Kijken we nog even vooruit. Ook dinsdag en woensdag is het droog en grijs weer. Vanaf donderdag neemt de kans op regen weer toe. De middagtemperatuur ligt dan rond de 8 graden. En tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws vindt u natuurlijk terug in de Omroep Gelderland app. Ik wens u nog een mooie avond.